Schreeuwend gooien de drie vrouwen frieten en mayonaise op de premier. Die is duidelijk even de kluts kwijt. Na enkele ogenblikken komt iemand van de staatsveiligheid Michel halen en brengt hem weg. De premier lijkt dan pas te beseffen wat er gebeurd is. Hij verlaat de zaal om even te bekomen. Ook de drie activisten verlaten ondertussen luidtierend het lokaal. De vrouwen hebben zwarte t-shirts aan met slogans. Tegen Michel en tegen de besparingen. Het zijn voormalige leden van Femen, een groep activistische vrouwen. Michel wordt ondertussen afgeschermd voor de fotografen en camera's. Hij wil zich opfrissen.